The Woman Who Walked Into Doors, de vrouw die tegen de deur aanliep, is een muziektheaterproductie naar het gelijknamige boek van de Ierse auteur Roddy Doyle. De muziek is van Chris de Voort en hij schreef samen met regisseur Guy Kassiers ook het libretto. Het is het verhaal van Paula Spencer, een mishandelde vrouw in een volkswijk van Dublin. De hoofdrol wordt vertolkt door twee mensen, een zangeres en een actrice. It's all right, love. It's okay. What? I walked into the door. Yeah. Yeah, it's not too bad. Je kruipt echt in de gedachtegang van dat hoofdpersoon, die Paula, die een niet al te gelukkig leven leidt, maar die van jongs af aan constant de verkeerde keuzes ziet maken. Waarom? Omdat ze een bepaalde droom voor zichzelf heeft gesteld, bepaalde idealen nastreeft die niet echt realistisch zijn en daardoor telkens verkeerde keuzes maakt. Women always do. Always. He was coming over. I didn't even have time to dream. I was shiting. I think in the case of the woman who walked into doors, I devoted several years of my life to finding the words that that particular woman would use. And I kept my own words, sort of the educated man's words, out and tried to find the words of this intelligent but uneducated woman. And every word was devoted to her. And it's a bleak story, but it's told by somebody with great dignity and growing self-respect. I have 14. Nicola, she's 18. She has a job in a shop and a steady boyfriend, Tony. She's a great kid. I don't have to worry about her. Next is John Paul, he's 16. I don't know where he is. Nobody talks to me about him. I never mention him to anyone. I've reason to believe that he's a drug addict. He never comes here. He knows there's nothing. He has a football tattoo on his arm that I bought him. Wat we juist proberen is door zaken uit te zuiveren, door zaken niet te tonen, veel meer te groeien naar een essentiële ervaring wat die Paula als vrouw betekent. En in dat opzicht is muziek een ideaal medium waarbinnen, en dat is voor mij een grote ontdekking geweest, hoe je emoties kan bezingen. Vandaag de dag nog, wat in theater niet meer zo relevant is. Om over je kinderen in grote emoties te kunnen spreken, over hoe graag je ze ziet. Jack, Jack, Jack is my baby. He is my uitgangspunt van mijn componeren, en daarom is het voor mij nog altijd jazzmuziek in een zekere zin, is dat het dus geschreven is door iemand die improviseert, maar die zich laat beïnvloeden door heel veel dingen en ook modern klassiek, maar ook Björk en The Police en Minnie Riperton en barokmuziek. Ik denk, het zijn allemaal dingen die ik zelf veel gespeeld heb, al die soorten muziek, en waar ik constant naar luister. En waar ik dan probeer een taal uit te distilleren, bewust, onbewust.